En dus wel uiteraard wat supporters mee uit Lira Lierse, van Lira Lierse. De voorzet, die komt in de 16. Goed meegegeven, daar is Adesanya. Bal wordt overgeduwd uiteindelijk. Dit is een goede actie. En dan de trap richting de tweede paal. Maar niet hard genoeg. En dan misschien de kans. En nu blijft even liggen achteruit. En hij is nu toch met een soort van belegering een trap die hoog over bij of tegen de auto's vliegt die achter het doel staan. Even een nieuwe bal toch voorzien. Want die zien we niet meer terug, denk ik. Lierse voetbalploeg. Lira Lierse. Dit is Hannach. Die wordt neergehaald. En dan is dat een gele kaart voor Lennart Versmissen. En ik dacht even dat het voor Schils was. Vandaar ook de reactie. Adesanya achter het steunbeen. En dan is dit inderdaad een tikje om zich aan te bieden. Dan gaat dat zo. Dit is wel een zeer goede bal. En dit is een kans voor Heist in de 16e. De bal achteruit en dan afgeblokt. Het schot van Coleman die bal devieerde richting doel. Nog niet voorbij. Nu de trap weer afgeblokt. En dan nog Carrasco. Met opnieuw een schot dat overgaat. Maar even dreiging. Nog eens kijken. Goede bal was het. Op de rechterkant voor Troombeeks. Die kwam naar binnen. Dan de voorzet. Coleman. Ja, dat was goed geraakt. Van Jannie Carrasco. De vrije trap wordt doorgekopt. Even gedevieerd door Adesanya. Maar geen probleem. Dit is balverlies bij Carrasco. En dan de voorzet. Wordt in één tijd Carrasco. Even kappen. Links, rechts. En dan de voorzet met zijn linker opnieuw. Ja, dan is de angel er een beetje uitgehaald. Maar probeert hij het nu wel met zijn rechter. Wordt eruit gehaald en dan de trap van Hannach. Voilà, dit is goed gevoetbald. Daar is Carrasco. En die geeft die bal goed mee met Hannach. En dan is er inderdaad ruimte. En dan is dit de kans op de 1-0. Maar legt Jeff Coleman hem naast. Nog eens kijken. Goeie actie van Carrasco. Geeft hem mee met Hannach. Die wacht even en dan op het juiste moment naar Coleman. Die zich goed achter de bal positioneert. Drie passes en door de verdediging. Want er is daar wel mogelijkheid om op snelheid er voorbij te spelen. Dit is ook ruimte op links bij Lira Lierse. De voorzet blijft hangen en dan de kans wordt afgeblokt als een stevige trap. En dan in tweede instantie wel de goal. En het is een goal bij de bezoekers van Seppe Kil. Die heeft er 0-1 van gemaakt na 36 minuten. Nog eens die bal op de linkerkant. De voorzet wordt er eerst uitgehaald, afgeblokt. En Kil, ja, dan via de voet uiteindelijk van Augustijnen, gaat die bal in doel. Hannach. Richting Carrasco. Die bal was perfect op maat. Carrasco zowel rechts als links. Dit is goed en dan is dit de 1-1. In twee keer Jeff Coleman. Fantastische voorzet is het van Carrasco. Het werd 1-1. En de redding Jeff van Sterkens mocht er wel wezen. Maar uiteindelijk... Het werd 1-1 via Jeff Coleman. Coleman dan toch in tweede instantie binnengeduwd. Mooie voorzet van Carrasco. Mooie goal van Jeff Coleman op slag van rust. Dit een afwerking bijna 100%. Dan gaan ze daar even wat ruzie maken. Ja, dat hoort erbij in een derby. Om maar te zeggen dat Heist het zeker niet slecht doet. Dit is wel een kans voor Lira Lierse met een trap die net naast gaat. Daar is Lira Lierse met heel wat ruimte op de linkerkant. Het is Van Goylen die gooit hem voor. En dan is dit de kans en wordt het schot afgeblokt.
Kijk eens, even lopen en dan die bal over de verdediging. Met de kans voor de 2-1 of de 1-2 dan toch van Jordi Peffer. Maar wat een bal van Maxime Vollant was dat. Over de verdediging gespeeld. Hier nog eens kijken, de stifter. En Maxime Vollant dus even met de prachtige assist vanuit de centrale verdediging op Jordi Peffer. En hij maakt zijn zesde van het seizoen. Mooie goal. Maar we kijken naar de vrije trap bij Lira Lierse. En die vrije trap gaat toch enkele meters naast. Daar is die vrije trap, die valt goed. En dan is het de kans op de 2-2. Blijft die bal hangen. En is dat geen strafschop? Nee, dat was net iets te weinig. Dit is geen goede bal. En daar is Jordi Peffer voor misschien de doodsteek in deze wedstrijd. Jordi Peffer nog steeds tegen twee mannen voorbij de trap. En dan afgeblokt, een goede redding. Want daar is Lira Lierse met een zeer goede bal. En dan zijn ze met z'n tweeën om het af te maken. En gaat die bal van Jordi Peffer er hoog over. Bal gedropt en dan zijn ze daar met z'n tweeën, drieën. En was dit nog de kans?